In paragraaf 2.1 kwam het begrip beginselen voorbij, oftewel uitgangspunten. De zaak eigenlijk die het allerbelangrijkst vindt en die het fundament eigenlijk vormen van ja, hoe je tegen de wereld en tegen de maatschappij aankijkt. En de liberalen hebben dus bepaalde beginselen, hoe zij tegen de wereld aankijken. Maar er zijn natuurlijk meerdere politieke stromingen. En een politieke stroming die in Nederland en ook in veel andere West-Europese landen heel erg belangrijk was, dat waren de confessionelen. En in deze video zullen we eens gaan kijken naar ja, hoe die confessionele stroming ontstond in Nederland. En ook meteen even kijken ja, wat zij dan eigenlijk belangrijk vonden. Maar dan moeten we dus eerst even gaan kijken naar dat begrip confessioneel. Of naar de politieke stroming, het isme, het confessionalisme dus. Daar zit het woord confessie in, geloofsovertuiging zou je dat kunnen vertalen. En het doel van de confessionele is om een samenleving te creëren die gebaseerd is op de christelijke normen en waarden. Die ideeën die je in de Bijbel terug kunt vinden. En in Nederland valt die confessionele stroming uiteen in twee groepen. Net zoals dat de christelijke gemeenschap in Nederland ook in twee groepen uiteenvalt, namelijk in de protestanten en in de katholieken. En ik heb er even twee icoontjes bij gezet. Bij katholiek zie je een katholieke bisschop staan. En bij protestanten zie je een man staan in een zwart pak met een wit boordje. Kom je bij de katholieken ook tegen, maar ook bij de protestanten. En ik dacht, zo maak ik ze even wat herkenbaarder, die stromingen. Beide stromingen komen in politiek opzicht heel erg opzetten in de 19e eeuw, zeker in de tweede helft ervan. En ze hebben ook allebei een duidelijke leider die daarin voorgaat. Bij de protestanten is de leider Abraham Kuyper en bij de katholieken is dat Herman Schaapman. Nou, we zullen nu even per stroming gaan kijken wat zij nu precies belangrijk vonden. We beginnen met de protestanten. Die protestanten die werden ook wel de anti-revolutionaire genoemd. Ze keerden zich dus tegen, anti, een revolutie. Nou ja, welke revolutie dan? Die Franse revolutie die voort was gekomen uit de verlichting. Daar waren zij dus absoluut op tegen, die protestanten van Abraham Kuyper. Nou, waarom was dat zo? Omdat die protestanten vonden dat die Franse revolutie eigenlijk had verklaard dat God er niet meer toe deed. En ja, dat vond Abraham Kuyper dus absoluut niet kunnen. Want volgens hem was de mens nog steeds ondergeschikt aan God. En daarom moest de Bijbel ook leidend zijn in de politieke besluitvorming. Dat was waar hij met de anti-revolutionaire voor ging strijden. En dat begon eigenlijk op één bepaald gebied, op één bepaald vlak, namelijk het onderwijs. We hebben de grondwet van Thorbecke in 1848 gezien en daarin werd vrijheid van onderwijs vastgelegd. Iedereen was vrij om een school op te richten op basis van bepaalde beginselen. En dat werd nog verder vastgelegd in de onderwijswet van 1857... Maar ja, daar waren de protestanten toch niet echt blij mee, want wat werd er namelijk in die onderwijswet vastgelegd? Dat iedereen weliswaar een eigen school mocht oprichten, dat er dus vrijheid van onderwijs was, maar dat bijzondere scholen geen subsidie kregen van de regering en openbare scholen wel. En misschien is het goed om even dat verschil uit te leggen tussen bijzondere en openbare scholen. Bijzondere scholen zijn scholen die gebaseerd zijn op een bepaalde overtuiging. En dat zijn dus voornamelijk scholen die gebaseerd zijn op een geloofsovertuiging, dus protestanten of katholieke scholen. En openbare scholen zijn scholen die niet zijn opgericht op basis van een bepaalde overtuiging. En in die onderwijswet van 1857 had de regering, die op dat moment vooral bestond uit liberalen, vastgelegd dat openbare scholen wel subsidie zouden krijgen van de regering en die bijzondere scholen dus niet. Nou ja, wie waren daar blij mee? Die liberalen, die vonden dat prima. Waarom vonden zij dat? Nou ja, liberalen vonden dat openbare scholen het beste waren, want die zouden kinderen opleiden tot zelfstandige en verlichte burgers. Die liberalen vonden die ideeën van de verlichting heel belangrijk. Burgers moesten voor zichzelf leren nadenken en daarom moesten ze dus niet via de scholen een of ander geloof opgedrongen krijgen. Ja, je kunt al raden wie dat natuurlijk niet vond. Dat waren de gelovigen, dus onder andere die protestanten, die waren het daar absoluut niet mee eens met deze regeling. Want zij vonden bijzondere scholen wel heel belangrijk, want op die openbare scholen, ja, daar zouden alleen maar ongelovige kinderen van komen. Ja, en dat wilden die protestanten natuurlijk niet. En daarom wilden zij dat ook de bijzondere scholen subsidie zouden krijgen van de regering. En dat is het punt waar Kuyper zich hard voor gaat maken. Hier gaat hij voor strijden. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe gaat Kuyper de politiek beïnvloeden? En die politiek bestaat als hij opkomt, en dat is zo ergens zo rond 1870,
Vooral nog uit liberalen. Die hebben toch de meerderheid in de Tweede Kamer en in de regering. En Kuiper krijgt dus eigenlijk geen voet aan de grond in die politiek. En dan besluit hij om het volk in te schakelen. Hij ging protest in de maatschappij onder de bevolking organiseren. En dat deed hij door gebruik te maken van de trein, de post, kranten en brochures. En zo wist hij heel veel handtekeningen te verzamelen, waarmee hij dus hoopte dat ook de bijzondere scholen voortaan subsidie zouden krijgen. Nou ja, dat gebeurde voorlopig niet, maar wat Kuiper wel had geleerd van al deze acties, was dat hij de bevolking in kon schakelen om de politiek onder druk te zetten. Ook al had de bevolking geen stemrecht, want dat was nog steeds beperkt tot een kleine groep mensen, toch kon die bevolking wel degelijk invloed uitoefenen. En daarom probeert Kuiper vanaf dat moment het protestantse deel van de Nederlandse bevolking steeds meer achter zich te krijgen. En hij roept dat deel ook op om sterker te worden, om samen te werken. En dat is eigenlijk het begin van de zogenaamde verzuiling. En de verzuiling is een verdeling van de samenleving eigenlijk. De samenleving wordt georganiseerd in afzonderlijke bevolkingsgroepen, de zuilen, die werelden op zich vormen die grotendeels langs elkaar heen leven. Heel simpel gezegd, iedere zuil, iedere groep had zijn eigen kerk, had zijn eigen scholen, had zijn eigen universiteit ook, had zijn eigen kranten, had zijn eigen omroepen, had zijn eigen sportverenigingen. En als een protestant werd jij bijvoorbeeld geacht om uiteraard naar de protestantse kerk te gaan, maar dan moest je ook naar de protestantse basisschool en misschien ook wel naar de protestantse universiteit, die Kuiper overigens zelf ook oprichtte. En las jij natuurlijk een protestantse krant en ging jij bij een protestantse voetbalvereniging of toneelvereniging. Je leefde zoveel mogelijk met je eigen groep. Dat houdt de verzuiling in. En ja, het ultieme politieke gevolg daarvan was de oprichting van de Anti-Revolutionaire Partij in 1879. Een protestantse partij die door Kuiper werd opgericht en dit was de allereerste politieke partij van Nederland. Tegenwoordig is voor ons politiek ondenkbaar zonder partijen, maar dat begint dus allemaal in 1879 met die Anti-Revolutionaire Partij, die ARP. Nou ja, en wat wilde die ARP dan precies? Waar stonden zij voor? Kuiper en de ARP vonden soevereiniteit in eigen kring heel belangrijk. Soevereiniteit, dat is dat begrip dat wil zeggen wie de hoogste macht heeft, wie uiteindelijk de baas is. En Kuiper zei dus dat moet iedere keer in een kleine kring liggen. Klinkt misschien nog een beetje vaag, dus ik zal het even proberen toe te lichten. Hier hebben we de politiek weer. En die politiek die kan zich bemoeien met allerlei zaken in de maatschappij. Die politiek kan zich bijvoorbeeld bemoeien met het onderwijs, zoals we daar links zien. Of met het gezin, de familie, zoals we dat eronder zien. En die politiek kan zich ook bemoeien met de economie, met de industrie, zoals we daar rechts zien. De politiek beslist over al deze zaken. Dat was dus precies wat die anti-revolutionaire partij niet wilde. Zij wilde soevereiniteit in eigen kring. Laat het onderwijs maar lekker zoveel mogelijk over zichzelf beslissen. En laat de familie, het gezin, zoveel mogelijk over zichzelf beslissen. En laat de economie, de industrie, zoveel mogelijk over zichzelf beslissen. En al die kleine kringetjes, die zouden vooral zonder invloed van de overheid verder moeten kunnen. Waarom vond Kuiper dan eigenlijk dat dat zo moest? Waarom vond hij dat die politiek zo weinig over al die afzonderlijke maatschappelijke kringen te vertellen had? Omdat Kuiper vond dat al die kringen hun gezag of hun soevereiniteit niet van de politiek hadden gekregen, maar juist van God. En daarom moest die politiek zich er gewoon ook niet zoveel mee bemoeien. Nou, hoe zit dat bij de katholieken? Waar stonden die voor? Herman Schaapman hadden we dus al gezien als de belangrijkste katholieke leider. Die katholieken die hadden in eerste instantie toch een iets ander doel dan de protestanten. En dat komt eigenlijk omdat die ook een andere maatschappelijke positie hadden in Nederland. De katholieken voelden zich namelijk nog steeds achtergesteld in Nederland. Dat vond zijn oorsprong al in die Calvinistische republiek die ontstaan was tijdens de Nederlandse opstand. Daarin waren die katholieken toch een soort tweederangs burgers geweest. Er was toen geen geloofsvrijheid, nee, er was alleen gewetensvrijheid. En katholieken mochten bijvoorbeeld ook niet deelnemen aan het bestuur. En Herman Schaapman ging strijden voor de emancipatie, de gelijkberechtiging van de katholieken. Daarnaast keken die katholieken, net als de protestanten overigens, ook zorgwekkend naar allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg waren van de industriële revolutie. En in 1891 kwam de paus met de bul Rerum Novarum.
En de korte samenvatting daarvan is als volgt. Katholieke arbeiders moeten beschermd worden tegen het liberalisme en het socialisme. Twee stromingen die heel sterk opkwamen, vooral het socialisme, in die nieuwe industriële samenleving. En de katholieke leiders die waren bang dat veel katholieke gelovigen in die nieuwe industriesteden van de kerk vervreemd zouden raken en zich zouden keren tot het liberalisme en vooral eigenlijk het socialisme. Nou ja, die twee dingen, emancipatie van de katholieken en dus die bescherming tegen die andere stromingen, dat vormde eigenlijk de basis van de katholieke politieke stroming in Nederland. En dat was ook het begin van de katholieke verzuiling. Om dus te zorgen dat de katholieken sterker stonden en om ervoor te zorgen dat ze niet overliepen naar andere stromingen, moesten ook de katholieken zich gaan verzuilen met hun eigen kerken, scholen, universiteiten, kranten, sportverenigingen en noem het allemaal maar op. Je ziet er in het midden die scholen staan en ook die katholieken die gingen de protestanten steunen in die hele schoolstrijd. Zij vonden ook dat de bijzondere scholen, de katholieke scholen dus voor hun, ook subsidie moesten krijgen van de regering. En ze vonden dat dat gelijkgesteld moest worden met de openbare scholen. Waar de protestanten daarom al heel snel één sterke politieke partij vormden, duurde dat bij de katholieken relatief lang. Er waren allerlei Rooms-Katholieke kiesverenigingen in het hele land en die werden in 1916 uiteindelijk verenigd in de Rooms-Katholieke Staatspartij, de RKSP. Dat was dus veel later dan dat de protestanten dat deden. Ja, hoe keek die RKSP dan tegen de politiek aan? Nee, de protestanten gingen dus uit van die soevereiniteit in eigen kring en bij de katholieken was het subsidiariteitsbeginsel belangrijk. En dan zit het woord subsidium in, aanvulling. Weer even hetzelfde overzicht als dat we net hadden. De katholieken vonden al die verschillende maatschappelijke kringen dus ook heel erg belangrijk. Die hadden het liefst dus ook niet dat de politiek daar al te veel over besliste. Want ja, immers, die bemoeiden zich bijvoorbeeld veel te veel met dat onderwijs. Denk terug in die schoolstrijd. En daarom vonden de katholieken ook dat dat in eigen kring beslist moet worden. Maar, waar het nodig was, moest de overheid wel bijspringen. Aanvullen dus eigenlijk. En dat is dat subsidiëren. Dus de katholieken waren iets meer voor bemoeienis van de overheid dan dat de protestanten dat waren. Maar beide groepen keken in ieder geval wantrouwend naar de politiek in Den Haag, want die was toch vooral nog steeds liberaal. En in die schoolstrijd vonden die confessionele partijen elkaar en daar gingen ze samen voor strijden.